Voor die eerste christenen was het in een situatie waarin het maatschappelijk gezien alles behalve vanzelfsprekend was. Onzeker wat de toekomst betreft. En natuurlijk is onze situatie nu bij ons in Europa niet te vergelijken met de eerste eeuw. Maar we hebben wel de overgang meegemaakt en zijn die aan het meemaken. Maar eigenlijk is dat gebeurd van een situatie, een kerk, een christelijk geloof dat maatschappelijk vrij vanzelfsprekend was. We hebben hier gedurende eeuwen een christelijke samenleving gehad, naar een samenleving die zich geseculariseerd heeft, die pluralistisch geworden is. De aanwezigheid van de islam ook in onze West-Europese cultuur, de aanwezigheid van mensen die niet gelovig zijn. Dat is de grondslag van een moderne cultuur, waarin geloven niet verplicht is, niet meegegeven met de cultuur, maar waarin iemand het recht heeft, de vrijheid om te geloven of niet te geloven. En dus in die zin is dat voor ons christenen een belangrijke, dat verbindt ons wat met de vroegste christenen, dat wij, natuurlijk kunnen we christen zijn, maar het is niet meer maatschappelijk meegegeven. Het valt je niet zomaar meer in de schoot. Je moet daar, dus dat betekent, dat is voor de kerk ook een kans, want het geloof wordt dan ook een persoonlijk engagement. Ik denk dat het voor de toekomst zo is. In onze cultuur, wie gelovig wil zijn, die kan het zijn. En het kan, dat we zeggen, het vraagt meer persoonlijke energie, inzet. Je moet er iets voor doen, maar daardoor wordt het ook veel kostbaarder.